We verblijven op camping La Escalada Gandia om het festival Las Fallas te bezoeken in Gandia. Las Fallas, een bekend festival in Spanje, is oorspronkelijk ontstaan uit een oude traditie van timmerlieden die hun werkstukken in maart verbranden om het voorjaar in te luiden. De fallas zelf zijn grote, kleurrijke en vaak satirische beelden die van hout en papier-mâché zijn gemaakt. Deze beelden kunnen enorme afmetingen hebben en worden vaak gepresenteerd als parodieën op politieke figuren en beroemdheden. Tijdens Las Fallas in Gandia draagt men mooie traditionele klederdracht. Vrouwen in falleras jurken en mannen in falleros kostuums. Ze paraderen met veel muziek door de straten van Gandia. Dit draagt bij aan de sfeer van het festival, waarbij de hele stad zich onderdompelt in de festiviteiten.